Welkom bij deze basisscholing Palliatieve Zorg voor de Covid-patiënt. In deze scholing staan we stil bij misselijkheid en braken. Bij patiënten met Covid worden misselijkheid en braken waarschijnlijk mede veroorzaakt door de virusinfectie zelf. Beide kunnen aanwezig zijn zonder duidelijke luchtwegklachten. Ook diarree is een van de gastro-intestinale symptomen die wijst op een infectie met het coronavirus. Andere mogelijke oorzaken van misselijkheid en braken zijn bepaalde medicijnen, hoesten, overmatige slijmproductie en mondklachten. Daarnaast speelt angst ook een rol. Van medicijnen die vaak misselijkheid veroorzaken zijn de meest bekende de opioïden die bij COVID veel gegeven worden tegen dyspneu. Denk ook aan antibiotica, NSAID's of antidepressiva, of aan medicijnen die van zichzelf een vieze smaak hebben, zoals paracetamol. Het grootste risico van braken is aspiratie, wat bij patiënten die al een longontsteking hebben voor nog meer displeuklachten zorgt. Patiënten die zo ziek zijn dat ze opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, zijn ook vaak SUF. Dan is het risico op aspiratie extra groot. Ook dehydratie treedt vaak op. Let hier speciaal op bij ouderen, zeker als zij ook nog vaak braken. Vraag altijd aan patiënten of ze ook diarree hebben. Want dit vergroot de kans op dehydratie extra. Check bij gedehydreerde opgenomen patiënten of er een elektrolytestoornis is, bijvoorbeeld een laag kalium en suppleer deze. Al deze acties gelden bij patiënten waar je nog ondersteunende interventies inzet. Als de patiënt heel ziek is, snel achteruit gaat en mogelijk al in de stervisfase is gekomen, heeft rehydreren en suppleren geen nut meer. Vraag aan de patiënt wanneer de klachten van misselijkheid en braken optreden gedurende de dag en of er luxerende momenten zijn, zoals bijvoorbeeld inname van voedsel. Misselijkheid kan leiden tot een breed scala aan klachten, zoals je op deze dia kunt lezen. Alle of enkele van deze kunnen weer leiden tot kokhalzen en braken. Bedenk, misselijkheid hoeft niet altijd tot braken te leiden en braken kan ook voorkomen zonder misselijkheid. Patiënten geven vaak aan misselijkheid als erger te ervaren dan braken. Wat kun je doen? Probeer de patiënt met COVID zoveel mogelijk gerust te stellen door uit te leggen waarom hij misselijk is en bespreek wat zou kunnen helpen om misselijkheid te verlichten. Bedenk dat onrust en angst misselijkheid kunnen verergeren. Wees dus rustig aanwezig en ga in op gevoelens en gedachten die de patiënt heeft. Ook afleiding helpt. Als het kan, bijvoorbeeld door contact met naasten. Daarnaast zijn er algemene zorghandelingen. Misselijke patiënten voelen zich in het algemeen beter als ze half rechtop zitten in bed in plaats van liggen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er minder risico op aspiratie is. Een goede mondhygiëne is van belang om een vieze smaak in de mond en droge lippen te voorkomen. Laat de patiënt regelmatig spoelen met water of fysiologisch zout. Vertel iemand om drie keer per dag het gebit of kunstgebit te poetsen. Het liefst zelf in verband met het besmettingsrisico. Als iemand het zelf niet meer kan, help dan om dit te doen. Denk ook aan het poetsen van de tong met een zachte borstel en het regelmatig reinigen van interdentale ruimtes met een houten tandenstoker. Als de ernst van de misselijkheid het toelaat, biedt de patiënt dan ijsklontjes, waterijs of bevroren fruit aan om de mond goed te bevochtigen en daarmee ook schoon te houden. Voor patiënten met COVID kun je de volgende medicatie starten om misselijkheid te behandelen. Stap 1 is metoclopramide of domperidon. Bij zeer zieke patiënten kan metoclopramide hoger gedoseerd worden dan de maximale 3 x 10 mg zoals staat in het farmacotherapeutisch kompas. Er is bij deze middelen altijd veel ophef over eventueel verlenging van de QT-tijd en de kans op hartdood. Het echte risico hierop is waarschijnlijk zeer gering en is bij zeer zieke patiënten met COVID een te accepteren risico. Als de patiënt ook tekenen van delier vertoont, is haloperidol een goede eerste keus. Zie ook basisscholing over delier. Bukale toediening van een halve of 1 ml haldol mag herhaald worden wanneer dit nodig is. Dit is in deze vorm namelijk minder sederend dan subcutaan of intraveneus. Als deze middelen onvoldoende effect hebben, kan je overgaan naar stap 2, levomepromazine. Dit middel kan per os, subcutaan of in de wangzak gegeven worden. Bij gebruik in de wangzak moet dit middel wel verdund worden met kraanwater om voldoende nauwkeurig op te kunnen trekken in het doseerspuitje. Herhaal de hier opgegeven doseringen tot het gewenste effect op de misselijkheid wordt bereikt. De eerste dag titreer je tot aan de gewenste effectieve dosis. Levomepromazine kan ook sufheid veroorzaken. Dit bijeffect is vaak welkom. Geef de volgende dag dan de totale dosering in één keer, vlak voordat de patiënt gaat slapen. Ten slotte. Wees je ervan bewust dat alle symptomen die iemand met COVID ervaart samen kunnen hangen en elkaar dus kunnen versterken? Neem, als misselijkheid op de voorgrond staat, de tijd om er te zijn voor de patiënt. Wees aanwezig en luister. Pak iemands hand vast. Als een patiënt zich gesteund voelt door de zorgverlener die om hem heen staat, kan dit al heel erg helpend zijn. Mocht je nu nog vragen hebben of straks tijdens de zorg met vragen zitten, Overleg dan laagdrempelig met de mensen van het palliatief adviesteam. Zij staan voor je klaar.